Ik ben Ton Hendricks, geboren in 56 en ik ben beeldend kunstenaar. Zo zit het eigenlijk een beetje. Ik ben op het ogenblik even bezig met een schets, jongens, van het schilderij wat ik daar aan het maken ben, want er moet wat worden toegevoegd. En het gekke is, ik haal mijn inspiratie hier uit de polder. De sfeer van de polder in al zijn seizoenen boeit mij. Ik hoef niet naar verre landen of wat dan ook. Hier heel dichtbij haal ik het eigenlijk gewoon vandaan. Ik fiets iedere dag naar mijn atelier en iedere dag weer andere sferen om me heen. Echter, ik schilder weinig landschappen. De laatste tijd ietsje meer. Ik ben meer met vrij werk bezig en ik probeer eigenlijk enigszins meditatieve schilderijen probeer ik te maken. En dat doe ik op paneel, op hout. Deze schilderijen die bouw ik eerst. Dat gaat 8 keer in de acrylatex. En je ziet ook, jongens, dat die helemaal hol is. Deze achterkant wordt op een gegeven moment wordt er ook nog eens een keertje. 3 keer wordt hij in de acrylatex gezet, zodat hij dus water- en dampdicht is. Daarna ga ik kijken van ja, wat zou interessant zijn voor de compositie. En soms begin ik gewoon heel intuïtief, maar ook heel vaak dat ik schetsen maak. En in dit geval is het dus zo dat ik hier een hele grote steen heb op het ezel. En daar wil ik nog wat meer mee. Dus ik ben gewoon eens even aan het proberen waar ik nog meer kracht uit kan halen. Zo her en der maak ik hem even wat donkerder. Maar het zou ook wel eens kunnen dat ik hier gewoon een stok erdoorheen laat lopen. Zo, dan krijg je hier dus een soort van gat. En zo, en dan komt die stok er hier weer uit. Dan heb je hout en steen. Twee oermaterialen die nog altijd gebruikt worden. En wat ik dan ook heel erg belangrijk vind, is het donker en licht in het hele gebeuren. Dit paneel is opgebouwd uit 3 delen. Ik vind ook de horizontale ten opzichte van het verticale orgaan, van de verticale organische vorm, vind ik heel belangrijk. Dus het contrast tussen hard en zacht zijn bij mij wezenlijke onderdelen van de compositie. Ik werk dus op panelen. Dat komt door het feit dat ik ben opgeleid als omgevingsontwerper. In dat omgevingsontwerpen hadden we ook heel veel de opdracht om maquettes te bouwen. Maquettes van sculpturen, van pleinen enzovoort enzovoort. En daarom is het waarschijnlijk zo dat ik nu op dit moment alleen maar bezig ben met panelen. Dit paneel bijvoorbeeld bestaat uit 1, 2, 3, 4 elementen. Dit is een element wat heel langzaam naar het vlak loopt. Dit is een schuin element. Dat is eigenlijk wat er is, puur in wit. En daaraan voeg ik dus beeldelementen toe. Zoals bijvoorbeeld dit takje wat hier loopt. Hier een scheur of whatever wat het is, ik weet het niet. En het loopt allemaal eigenlijk naar dit punt toe. Hier heb ik dus een hele zachte vorm heb ik gecreëerd. En het mooie is in een harde vorm. En wat gebeurt er? De zachte vorm overwint de harde vorm. En verder natuurlijk. Waar komt het licht vandaan? Wat doet het licht met de dingen?